Deze week besteden we iedere dag aandacht aan een van de vele initiatieven en acties die in Drenthe zijn opgezet voor Serious Request. En vandaag trappen we af met wel een heel bijzondere actie om geld in te zamelen voor het goede doel. In Nieuweveen worden er schilderijen gemaakt die voor Serious Request worden geveild. Nou, op zich is dat niet zo heel bijzonder, maar wel als u hoort wie die schilderijen maakt. Aan de telefoon heb ik Joyce de Vos. Joyce, goedemiddag. Goedemiddag. Jij maakt ze niet zelf, hè? Nee, dat klopt. Mijn paard Innie maakt de schilderijen. Ja, versta ik dat goed? Wat zei je? Ja, mijn paard Innie maakt de schilderijen. Precies, jouw paard schildert gewoon. Je staat ook nu naast Innie, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik sta bij Innie in de stal. Ja, beschrijf het. Ik weet niet of je dat kan horen. En hou de microfoon. Helemaal aan het heerlijke. Hou de microfoon dus bij. Ik hoor het niet zo goed, nee. Is iets een beetje luidrustig? Hoi. Ik weet niet of je nu hebt gehoord. Nog een beetje, ja. Hoe ziet Indy eruit? Ja, wit, gestipt, allemaal stipjes over het hele lijf. Twee bruine ogen, lange witte manen en heel ondeugend. Ja. En hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar om je pony te laten schilderen? Nou, het is eigenlijk als een geintje begonnen. Indy is 2 jaar geleden heel erg ziek geweest en dikke darm zat gedraaid, dus een operatie was het gevolg. En toen moest ze 6 tot 8 weken revalideren. Ja, en een paard moet dan zo lang op stal staan. Dus ik zocht iets om haar bezig te houden. En ik deed al heel veel shows met haar en ik leerde allemaal gekke dingen aan. En toen dacht ik van, goh, ja, ik ga er leren schilderen. Dus ja, ik ben gewoon een paar weken daarmee bezig geweest om haar bezig te houden. En dit was dus het resultaat. Ze kon echt schilderen. Hoe doet ze dat dan? Nou ja, ze pakt de kwast van mij aan, dus heeft de kwast tussen haar tanden. En ja, dan ligt ze op het doek en dan begint ze te schilderen. Oh, echt waar? Echt waar. Hoe lang ben je dan al niet meer bezig geweest dan? Ja, een paar weken eigenlijk. En ja, ik vond het zelf niet zo moeilijk om aan te leren, want ja, ik heb er al de meest gekke kunst aangeleerd. Maar ze pikt het eigenlijk vrij snel op en toen ze weer beter was en uit de stal mocht, dachten van goh, we zetten een schildersezel neer en een doek voor de gein. Ja. En tot onze verbazing begon ze ook met echte verf te schilderen. Dus dat was heel grappig. Merk je ook aan Indy dat ze dat leuk vindt? Ja, ze vindt het heel erg leuk om te doen. Ze vindt eigenlijk alles heel erg leuk. En we merken het ook wel, als ze het genoeg vindt, dan laat ze dat ook wel heel duidelijk merken. Ja, maar normaal gesproken, als jij een kwast aanraakt, dan pak je hem gewoon en dan gaat ze los. Ja, ze pakt hem echt uit mijn handen en dan begint ze heel woest in de weer te schilderen. En, hoe ziet de schilderij eruit dan? Heel abstract. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ja. Je veilt nu haar schilderijen voor Serious Request, hè? De eerste is al geveild, begreep ik, hè? Ja, dat klopt. Hoeveel heeft hij opgebracht? Het eerste schilderij heeft nou €60 opgebracht. Leuk. En hoe veil je de rest? Een redelijk leuk bedrag. Wat zei je? Hoe veil je de rest? We hebben nu nog 1 schilderij gemaakt en die staat als het goed is ook al op haar Facebookpagina. Die gaan we deze week nog veilen, dus via Facebook. En aanstaande zaterdag zijn we bij het Glazen Huis in Emmen. En daar gaan we ook een schilderij maken die daar dan wordt geveild. Oh, hartstikke leuk. Dus 3 schilderijen in totaal. En die komen dan op Facebook en dan kunnen we daar dan bieden. Ja, nou in ieder geval de derde wordt al zaterdag live geschilderd op het plein in Emmen. En die gaan we dan ook daar proberen te veilen via de radio. Hartstikke leuk. Ik zet even een filmpje op Facebook van Indy. Dan kan iedereen zien hoe het gaat. Vind je dat goed? Ja, vind ik helemaal goed. Hartstikke leuk. Joyce, dankjewel en heel veel succes met deze actie. Dankjewel. Doeg.